De lawaaierige nacht. De familie Big gaat een nachtje logeren bij nichtje Chloe. Hallo allemaal. Hallo. Jullie zullen wel moe zijn na die lange rit hier naartoe. Ja, het zou fijn zijn om vroeg naar bed te kunnen. Eerst brengen we baby Alexander naar bed. Dit is de slaapkamer van baby Alexander. Alexander houdt van lawaai. Daar valt hij van in slaap. Wij houden allemaal van lawaai in dit huis. We zijn een lawaaierig gezin. Peppa, George, jullie slapen vannacht op mijn kamer. Oh, joepie! Peppa en George vinden het spannend om op de kamer van Chloe te slapen. Slaap lekker. Slaap lekker. Slaap lekker. Slaap lekker. Slaap lekker. Slaap lekker. Iedereen ligt lekker in bed en slaapt. Baby Alexander is wakker. Peppa en George zijn ook wakker. Wat is dat lawaai? Oh, dat is de stofzuiger. Waarom ben je midden in de nacht aan het stofzuigen? We hebben jullie toch niet gestoord, of wel? Wat? Oh, nee. Baby Alexander valt het snelst weer in slaap wanneer we lawaai maken. Hij houdt van lawaai. We zijn een lawaaierig gezinnetje, hoor. Iedereen ligt weer in zijn bed en slaapt. Baby Alexander is wakker. Waarom is tante Big trompet aan het spelen? Zo krijgen we Alexander in slaap. Hoe meer lawaai, des te beter. Is er een andere manier? Kan het ook zonder lawaai? Het blijkt dat lawaai de beste manier is. Toen George nog een baby was, legden we hem in zijn kinderwagen en reden we rondjes om het huis. En daarvan viel hij altijd in slaap. Wat vreemd! Geen harde geluiden? Inderdaad. Hoeveel rondjes om het huis waren het, mama Big? 3 keer? 50 keer. Papa Big duwt baby Alexander rond het huis. 50 keer. Mooi. Baby Alexander slaapt eindelijk. Kan je me weer binnenlaten? Ik zal even het alarm afzetten. Ik zet het alarm weer aan. Peppa, waarom ben jij uit bed? Ik kan niet slapen, papa. Het is een lawaaierige nacht. Oké, Peppa. Ik zal je snel weer naar bed brengen. Goed. In welke kamer slaap jij ook alweer? Stop, papa. Dat is de kamer van baby Alexander. Oh. Het licht heeft baby Alexander wakker gemaakt. Rustig maar. Ik heb de stofzuiger al gehaald. En ik heb de trompet. Stop, stop. Ik weet nog een rustige manier waarop we George in slaap kregen. Oh ja. We reden rondjes met hem in de auto. Ik zal de auto vaststarten. Vergeet het alarm. Door papa Big is het luide huisalarm afgegaan. Het lawaai heeft iedereen wakker gemaakt. Daar is mejuffrouw Konijn in haar reddingshelikopter. Is alles goed met jullie daar beneden? Ik hoor dat alarm afgaan. Ja, dank u. Prima. Tot ziens dan. Ah. Dat lawaai overal heeft baby Alexander in slaap gebracht. Ja, en hij is nu echt diep in slaap. Allemaal dankzij mijn lawaaierige papa. Goed gedaan, papa Big. Jullie moeten vaker komen logeren.